Precies 2 weken geleden ben ik geïnstalleerd als burgemeester van Heerlen. De afgelopen 2 weken heb ik met heel veel plezier kennis gemaakt binnen en buiten het stadhuis. Ik heb wijkbezoeken afgelegd inmiddels al, ik heb veel mensen al leren kennen en ik ben onder de indruk van het enthousiasme, de drive en de energie die ik tegenkom, zowel bij inwoners als in het gemeentehuis. Ik constateer ook dat er veel werk ligt, dat er heel veel gedaan moet worden nog. Er gebeuren hele mooie dingen in de stad, maar er is echt nog heel veel nodig. Dat houdt ook in dat ik de afgelopen dagen heb stilgestaan bij of het mogelijk is om het lidmaatschap van de Eerste Kamer te combineren met het burgemeesterschap van Heerlen. Ik heb daarbij allerlei adviezen en informatie gekregen. En natuurlijk heb ik ook thuis heel goed over deze situatie gesproken en heel veel steun ondervonden. Gelet op de afweging die ik moet maken en de keuze die voor mij cruciaal is, namelijk me volledig inzetten voor deze mooie stad, heb ik besloten om het lidmaatschap van de Eerste Kamer neer te leggen. Omdat ik me echt volledig wil wijden aan de uitdagingen die we in deze stad nog tegemoet gaan.